Wachten, maar nu is het raak. Hoog op het gebouw van de Gasunie nestelt een paardje slechtvalken. Dat doen ze in een kast die 8 jaar geleden speciaal voor hen is opgehangen. Het is de eerste keer dat deze zeer zeldzame vogel in de stad Groningen broedt. En het mooiste is, ze hebben een nestje jongen. Vandaag werden ze geringd. De kast op de apenrots hangt op 80 meter hoogte. Eerder deze maand blijkt dat het nest bewoond wordt. Uit het gedrag valt op te maken dat er ook jonkies moeten zijn. De grote vraag is alleen hoeveel. Het antwoord komt vandaag. Oh, gaaf. 4 jongen. De jonge slechtvalkjes zijn tussen de 22 en 27 dagen oud. Een paar meter lager worden ze onderzocht. Nou, dit is dan een van de 4 jongen. Ze is al voor haar leeftijd al behoorlijk fors. We gaan zo meteen meten hoe groot de klauwmaat is. En dan weten we of het een mannetje of een vrouwtje is. Het blijkt te gaan om 3 vrouwtjes en 1 mannetje. Het plan om de nestkast op te hangen komt van Jan-Pieter Hovinga. Hij werkt bij de Gasunie. Maar ik had een keer gelezen dat in steden zoals New York slechtvalken ook broeden in wolkenkrabbers. En toen dacht ik van, goh, zou het niet ook fantastisch zijn dat ook in Groningen bij de Gasunie we een nestkast ophangen voor slechtvalken en slechtvalken bij ons komen broeden. Die weegt 790 gram. De jonkies worden gewogen en geringd. Nu het paardje slechtvalken hier gebroed heeft, is de kans groot dat ze dat volgend jaar ook weer doen. Het lijkt vreemd, zulke vogels in de stad. Maar dat is het niet. Nou ja, dit lijkt een beetje op de natuurlijke habitat in Engeland of langs de Noorse kust bijvoorbeeld. Daar broeden ze op rotsen, op kliffen. En later zijn ze uitgeweken naar steengroeven. Ja, en de apenrots hier, die lijkt toch eigenlijk wel heel erg op een klif langs de Engelse kust. Nou, fantastisch. Echt helemaal fantastisch. En ook nog 4 jongen, 4 grote jongen. Dus dat betekent gewoon een doorstaand succes. Dus ontzettend blij mee. Ja, dit is heel erg spannend om van dichtbij mee te mogen maken. Ja. Na een klein half uurtje worden de jonkies weer in het glazenwassersbakje gezet en naar boven gebracht. Nou, hier gaat de Benjamin. De stress is voorbij. Ja, mooi uitzicht daar.